In deze laatste wekelijkse update voor de zomer bespreek ik de aanbevelingen voor verbetering in bestuur en financiën van mede-overheden die demissionair minister Ollongren recent deed. Maar voordat ik daar meer over zeg, begin ik met de stelpost de jeugdzorg. Want de VNG heeft met het ministerie van BZK en IPO, de provincies, afspraken gemaakt zodat gemeenten dit meerjarig in kunnen boeken. Het komt erop neer dat gemeenten in hun meerjarenraming rekening mogen houden met 75% van de middelen die door de arbitragecommissie zijn aangegeven. Dat betekent voor 2023 een stelpost van ongeveer 1,1 miljard, voor 2024 ruim 1 miljard en voor 2025 een kleine miljard. Dan de notitie met aanbevelingen voor verbeteringen in het bestuur en de financiën van mede-overheden die minister Ollongren recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In die notitie staan veel aanbevelingen die overeenkomen met onze inzet kabinetsformatie. Zo wordt er geconstateerd door de minister dat de financiële basis op orde moet worden gebracht. Dat zijn tekorten in het sociaal domein, maar ook terugdraaien van de opschalingskorting. Voor deze korting, zo stelt zij, ontbreekt beleidsmatige onderbouwing. Daarom verwachten wij, en we zullen daar als VNG ook alles aan doen, dat de opschalingskorting, net als 2020 en 2021, ook in 2022 wordt bevroren. Maar wat de VNG betreft, moet die hele opschalingskorting van tafel. De notitie gaat ook in op de uitvoerbaarheid van taken en de notitie constateert dat er voldoende uitvoeringskracht en middelen moeten zijn en dat er tijd en aandacht voor een goede implementatie moet zijn. De VNG stelt een wet op decentraal bestuur voor om dit goed te regelen. De minister constateert terecht dat als er op deze onderwerpen goede afspraken gemaakt kunnen worden, we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Want als het nieuwe kabinet de grote maatschappelijke problemen wil oplossen, heeft het krachtige gemeenten nodig. Voor nu een fijne vakantie en uiteraard hoort u van ons tussentijds als er ontwikkelingen te melden zijn.